Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 29 februari 2016. Zaterdagavond om 7 uur had ik weer een crimineel aan mijn voordeur. Die met mij over de rechtszaak tegen Nederland bij het internationaal strafhof wil plaatsen. Ik heb dat onmiddellijk doorgegeven aan de FSB, dus de Russische Veiligheidsdienst, omdat zij voor mij het meest uitzoeken. Ik heb het ook doorgegeven aan de politie. Dat is de politie die weet dat mijn persoonsnaam wordt misbruikt door criminelen op een website die heet desireestokkel.nl. Dat is niet meer mijn website, daar zit iets achter en waarschijnlijk is dat creditcardfraude of zo. Of het is een val opgezet door bijvoorbeeld de FBI. Dat kan ook omdat ik nu mijn website, desireestokkel-nl.net, op een Amerikaanse server heb staan in San Francisco. Ik weet dus niet wie desireestokkel.nl nu beheert. Ik weet wel dat ik het niet ben en dat het een criminele zooi is of het is een val om criminelen in te lokken. Maar als ik mensen aan de voordeur krijg die met mij willen praten, gezellig, ik ben je vriend en ik wil met je praten, dan gaan bij mij alle alarmbellen af. Ten eerste staat er heel duidelijk op mijn website dat als je contact met mij wilt, dat je eerst schriftelijk moet bewijzen dat je het folterverdrag in mijn dossier correct toepast en dat je dus niet meewerkt met politici of met de elite moordenaarsclub aan het vermoorden van Nederlanders. Je mag mij niet folteren en vermoorden en je mag geen andere mensen via mijn dossier folteren of vermoorden. Nou, personen doen dat niet. Iedereen ouwe hoert maar wat. Of ik heb de mensen aan de telefoon van ja, ik ben het helemaal mee eens wat je doet en bla bla bla. Nou, ik hoef dat niet. Mijn hersenen gaan nu over de grondwet, het stoppen van oorlogstoestanden in Europa, het creëren van banen, het verwijderen van de elite moordenaarsclub, enzovoort, enzovoort. De gemeente Bloemendaal weet het wel. Ik heb het stadhuis dit keer niet ge-e-maild, maar ik doe dat via de ambtenaar die mijn bijstandsdossier wel normaal uitvoert. Dat weten ze ook op het stadhuis. Er zijn ongeveer 3 ambtenaren die mij niet mijn grondrechten teruggeven, maar ze geven me wel keurig elke keer geld waarop ik recht heb, wetende dat ik voor mijn grondrechten en arbeidsrechten en mensenrechten en politierechten naar het internationaal strafhof moet. Dus het is wel bekend, ook in maffialand Bloemendaal, maar de kans dat die persoon wordt gestopt is klein. Ik heb een naam, ik heb waarschijnlijk een nationaliteit, maar daar ga ik allemaal niet op in, want dat wordt nu onderzocht door de Russische Veiligheidsdienst. Dag.